Ik heb een jongen. Heel even rustig. Hey, en kom maar nu. Rustig, en nu luisteren. Rustig. Ik heb niks te doen. Nu luisteren. Ik wil luisteren. Niks doen. Ja, luisteren. Ja, wat is er? Rustig, rustig. We starten met het festival van Nederland, Lowlands. Jaarlijks strijkt dit mega-evenement eind augustus voor 3 dagen neer in Biddinghuizen. Wat eerst een grasvlakte is, verandert in een terrein met 12 poppodia, 7 campings en 60.000 bezoekers. Om dit in goede banen te leiden zijn meer dan 400 beveiligers nodig, dag en nacht. Heel even rustig. En kom maar nu. Rustig, en nu luisteren. Crowdsurfen. EHBO gevallen, de massale drukte op het terrein, drank en drugsgebruik. Het zijn nu eenmaal de risico's die horen bij een festival. Aan onze beveiligers de uitdaging om deze risico's voor te zijn. Om de drukte bij aankomst te spreiden is de camping al een dag eerder geopend. Projectleider Carl brieft zijn team dat verantwoordelijk is voor de opstart. Goed, dames en heren, welkom. Vandaag gaan we gewoon 52.000 man op de camping binnenkrijgen. En daar moeten we op inspelen. Dus als je op positie staat, let goed op de mensen. Kijk niet naar de artiest, maar naar het publiek. Jullie zijn er om de veiligheid van het publiek te waarborgen. En als je show wilt kijken, had je een kaartje moeten kopen. Duizenden auto's vol met uitzinnige festivalfans. Het beeld van kilometers asfalt met toeterende auto's is iconisch. Iedereen wil als eerste het terrein op. Als je zeker het seintje zegt dat je mag rijden, dan mag je rijden, ja? Oké. Ferry wil maar één ding. Iedereen snel en veilig naar binnen loodsen. Lowlands is voor mij best wel bijzonder. In 1999 en 2001 ben ik er zelf geweest als bezoeker. Lowlands maakt het bijzonder voor beveiligers. Eigenlijk alle facetten van beveiliging komen hier voor. Het kloppende hart van deze immense beveiligingsoperatie is de mobiele commando-unit, oftewel de centrale. Met de modernste communicatietechnieken en een uitgekiend cameraplan ontgaat de beveiligers werkelijk niets. Vincent en zijn team hebben de beschikking over 22 camera's die het hele festivalterrein afspeuren. Ook worden social media gecheckt en alles dat wordt geplaatst met de hashtag Lowlands. De mobiele commando-unit, dat is eigenlijk het communicatiecentrum van heel Lowlands. We kunnen eigenlijk van hieruit kunnen we alles aansturen om, ja, om het festival tot een goed einde te brengen. Positie 30, wij gaan EHBO aansturen. Wat is er aan de hand? Ja, flauwvallen bij de ingang doorgaan bij EHBO. Dan gaan we even standby-team langs sturen. Er zijn mensen op de tenten aan het klimmen. Ja, we houden hier ook de ene gaten op de camera. Als het uit de hand loopt, dan zien we het snel gelukkig. Bij de ingang van het festival wordt iedereen grondig gecheckt. Ook gaat alle bagage door een scan. Wij controleren op voorwerpen die niet zijn toegestaan voor het huisreglement. Denk daarbij aan gevaarlijke voorwerpen. Dat kunnen hele grote messen zijn, bijlen bij wijze van spreken, slagsteekwapens. Maar het kan ook druk zijn. En ja, ik ben altijd zo eerlijk om te zeggen, het zit altijd op de plek waar de zon niet schijnt. Tienduizenden fans nemen werkelijk van alles mee het terrein op. Op zich al lastig genoeg, maar dan is er ook nog de beroemde loopbrug waar iedereen overheen moet. De beveiligers bieden een helpende hand om de stroom op gang te houden. Kunnen jullie een klein stukje doorlopen alsjeblieft? Anders krijgen we een opstopping. Alles moet er overheen. De tenten, de partytenten, de koffers, de tassen. Noem maar op wat mensen allemaal meenemen. Het is altijd weer een heel leuk spektakel om te zien wat er allemaal binnenkomt. Maar ja, dat moet allemaal over die brug. Jullie gaan naar de trap bij achter de polsbandjes stemt. Daar loopt het heel erg op. En dan gaat het mis op de loopbrug. Door een tracking-systeem weet de beveiliging precies welk team het snelst kan ingrijpen. Zoveel mensen samen en dan niet verder kunnen. De beveiligers moeten snel ingrijpen bij opstopping om gevaarlijke situaties te voorkomen. We hadden iemand met een rugprobleem. Die had zich verteeld en die stond op de brug stil. Dan kan je nagaan dat hij meteen vastloopt. Die brug die kan helemaal vol staan, die stort nooit in. Alleen ja, dat die vol staat en dat er niemand door kan, dat moeten we zien te voorkomen. Er wordt direct een rolstoel geregeld voor de man. De beveiligers helpen hem de brug af. Wil je ook iets meenemen? Laat kijken. Ja, maar ja. Juist, hier ben je hoofd en 2 centrale. EHBO, ze praat met de patiënt mee naar de post. Ja, duidelijk, dankjewel.
Het is hetzelfde als een ongeluk op de snelweg. Op het moment dat dat gebeurt, willen ze zo snel mogelijk dat de wrakken zeg maar, van de weg af zijn, zodat die doorstroming van het verkeer weer... En dat doen wij hier met mensen. Voor de arme jongen met zijn rugproblemen wordt gezorgd. De doorloop is gelukkig weer vrij, maar de beveiliging blijft waakzaam om de stroming op gang te houden. Alle festivalgangers voegen zich naar de verschillende campingsites. Morgen openen de deuren van het festivalterrein definitief en kan het feest beginnen. Dag 2 op Lowlands, waar meer dan 400 beveiligers er alles aan doen om dit festival zonder incidenten te laten verlopen. In de centrale wordt ook het campingleven scherp gemonitord. En soms gaat er bij Vincent een brandalarmpje af. Ik vind dit wel... Dit is geen reuk van een pan of zo. Of wel? Wat het gevaar is, dat zijn gasbranden. Want iedereen heeft kleine kookzetjes mee. Brandend gas zie je niet zolang er niks anders in de fik staat. Ja, Vincent is te plaatsen. Het gebeurt wel eens dat we denken dat er brand is. Melding aan de centrale. Ik sta op de camping 7 bij de desbetreffende tent. Maar er is geen brand. Er staat een barbecue aan. Ja? Oké. Alleen wat degene op de vloer niet ziet en wij vanuit de lucht eigenlijk wel, dat is dat het gewoon een barbecue is die in de brand staat. Of iemand die niet kan koken. Over een kwartiertje gaat het grootste gedeelte van het terrein open. Iedereen wordt klaargestoomd voor dit moment. We gaan geforceerd open op de Cape Lowlands. Dus we houden het hele Bravo-gedeelte houden we dicht. Daar mogen dus ook nog voertuigen achter blijven staan. En de rest van het gebied gaat wel gewoon open. Wij kijken op de camera's mee op het moment dat een gebied opengesteld wordt voor het publiek. Dan moet dat gebied ook vrij zijn van voertuigen. Er staat een witte auto op het terrein en die moet weg. Alleen we hebben geen bestuurder. Toen hebben we besloten om er money toe onder te zetten, om hem weg te tillen eigenlijk. Hoe laat ga je open? Ieder moment. Ieder moment. Ik heb ieder moment zijn kregel opengehaald. Op het moment dat de auto weggehaald is en weggetakeld is eigenlijk van het terrein, dan is het terrein veilig en geven wij via de productie door dat we open kunnen voor het publiek. Centrale voor de servicemedewerkers op Cape. Waar de lintjes staan en de hekken, behalve rondom het Bravo-gebied, mag alles weggehaald worden. Kan jij zorgen dat de servicemedewerkers die nu langs de hekjes staan, dat die alvast de kettingjes loshalen en dat soort dingen? Zijn ze al aan het doen? Ja, ga ik doen. Nee, dat zijn ze niet aan het doen. Ik wil even wat meer actie op het terrein. We moeten open. Ik zie alleen nog kettingjes los, hekken opzij. En dan met name rondom de India. Standby teams mogen wel even assisteren ook, hè? Oké, dankjewel. Topdrukte bij de doorgang van de camping naar het festivalterrein. Scherpe controle en een snelle doorstroom, daar gaat het om. Beveiliger Denise zit er bovenop. Je mag het tempo een beetje opvoeren. Ja. Je mag het tempo ook een beetje opvoeren. Ja, maar dat mag deze niet mee hebben. We verstaan onder professionele camera's. Camera's waarbij je de lens de af kan schroeven. En die zijn helaas niet toegestaan. En de tas mag ook niet mee naar binnen. Ja, jawel. Het is te groot. A4 formaten. Het is echt heel druk. Het is behoorlijk warm ook. Maar af en toe breekt een klein beetje het zweet uit om te kijken of het allemaal wel goed doorloopt. Het is belangrijk dat in die winter niet mensen al te lang staan te wachten. Hier aan de buitenkant kun je naar buiten. Het feest op Lowlands is begonnen. Tijdens sommige optredens gaat het publiek helemaal los. In 2000 eindigt op het Deense festival Roskilde een optreden van Pearl Jam in één groot drama. Door het benauwde weer, veel beweging in het publiek en een plotselinge rush naar voren vallen er 9 doden. Sindsdien is crowdsurfen verboden. 100% voorkomen kunnen de beveiligers het niet. Wel is er een noodscenario, de zogenaamde showstop. De beslissing om een showstop te maken is een van de moeilijkste beslissingen die een beveiliger zou moeten maken. Ja, op het moment dat je die knop indrukt, dan gaat er heel veel adrenaline in je door. Ik heb 1 keer in mijn carrière een festival gehad waar ik echt op het moment zat van nu ga ik de showstop echt indrukken. Er was heel veel verdrukking, morspitten heel groot. Maar dat zijn wel spannende momenten. Ellen, wil jij aan Matty doorgeven dat we 2 extra vangploegen beschikbaar hebben gemaakt voor de Dropkick Murphys, voor de crowdsurfer? In verband met de drukte is ook een vangploeg nog aan jou toegevoegd. Er worden extra beveiligers richting de mainstage gestuurd om alles in de gaten te houden. Want een ongeluk ligt hier zomaar op de loer. Willen jullie positie allemaal innemen en de barrier vullen? Mensen worden naar voren bewogen in een crowdsurfbeweging. En
het zou zomaar kunnen zijn dat, dat de rij op is. Dus dat er ineens een gat valt. Als diegene die op het publiek ligt ineens op zijn rug op de grond valt, ja, dat, dat moet je niet willen. Voor de rest worden gewoon echt mensen over de verre heen gedrukt. De beveiliging kijkt streng toe. En als het moet, wordt er een seintje gegeven aan één persoon die direct kan ingrijpen. En die heeft een rode knop na zich. En als er wat in het publiek gebeurt, waardoor de menigte last zou kunnen krijgen, dat er dooien zou kunnen vallen of gewonden, dan drukt hij de knop in en dan valt alles stil. En dan is er één microfoon, die is toegankelijk. In die microfoon gaat vaak de speaker van het podium een verhaaltje voorlezen. Er gaan beelden aan de zijkant van het podium. Daar worden allemaal instructies gegeven. En zo proberen we dan ongelukken te voorkomen. Gelukkig zijn de moshpit en het crowdsurfen van korte duur en is het indrukken van de rode knop op dit moment niet nodig. Het continu monitoren van 60.000 bezoekers die wel eens iets verkeerds uithalen vereist een hoop organisatie. Overdag zijn er weer andere risico's dan 's avonds. Als de mainstage bijvoorbeeld dichtgaat, verplaatst zich ineens een grote mensenmassa. Al deze bezoekers zoeken hun heil elders op het terrein en dat heeft zo zijn gevolgen. Klaar voor de uitstroom? In een speciale linie, de zogenaamde veeglinie, lopen de beveiligers het terrein af. Maar zo'n groot gebied veeg je niet zomaar even leeg. Hendrik, jullie mogen de mensen nu ook die al een keer aangesproken, mogen jullie nog een keer aanspreken en ze mogen echt van het terrein af. Ze hebben je toen niet alleen gelaten? Of misschien zijn ze vast voor jou naar de bar aan het gaan, voor het volgende drankje. Dat zou wel heel mooi zijn, maar ik denk dat ik niet meer zo wil. Ik heb gisteren zo'n puinhoop van gemaakt. Nou wordt het tijd om even een frisje te drinken. Ja, ja, ja. Een tent die nog open is, is de Juliet, maar die zit binnen no time al vol. Met de Juliet is het echt onwijs druk. Iedereen gaat nieuw, hè? Het is erg groot. De sfeer wordt wat grimmiger. Niet iedereen lijkt te begrijpen dat de kans wel heel klein is dat ze hier nog naar binnen kunnen. Als beveiliger is het dan belangrijk om toch rustig te blijven. Zou ik jullie vriendelijk mogen verzoeken? Moeten we weg? Om de andere kant op te lopen. Ah, ja, omdat we helemaal vol zitten, heb ik de rest van de bezoekers gevraagd of ze aan de kant willen gaan of weg willen gaan. Het is vol en we gaan niet meer open. Ik zou zo graag naar binnen doen. Het heeft helemaal geen zin dat jullie hier staan. En waarom niet? Nou, we kunnen toch niet naar binnen doen. Nee, daarom staan we hier. Ik ben af en toe in discussies gegaan. Ja, ik vind het soms wel super irritant, maar ik ben ook maar een mens. We zitten echt vol. Geloof me. We zitten vol. Tja, hoewel Lowlands op de kaart staat als een festival waar iedereen zeer relaxed is, zit er af en toe toch een rotte appel tussen. Zo ook backstage. Een gebied waar bezoekers graag rondhangen. Maar dan moet je wel over het juiste polsbandje beschikken. Piet, wat voor bandje heb je? Deze bandje. Okay, je mag hier niet komen, maar met surfers. Ja, ik was hier net al binnen. Ja, maar luister. Als ik je nu nog één keer op de stage ziet, dan ga je problemen krijgen. Dan laat ik je op. Nee, heel even rustig. Hey, vriend, jij gaat mij niet vertellen of ik rustig moet doen. Heel even rustig. Oké, laat me mee. Ik laat je meenemen. Je loopt daar problemen te maken. Ik krijg nu van de Engelsen krijg ik te horen dat je daar problemen loopt te maken. Van wie? Van de stage manager. Gewoon een beetje bij de hand ook weer te doen. Allemaal verhaaltjes van ik werk daar en ik werk daar. Ik geef hem ook aan van joh, je hebt gewoon niet het juiste bandje. Regel het met je werkgever dat je het goede bandje krijgt. Als ik hier nu nog één keer zie, laat ik je ophalen. Ja, je hebt hier niks te zoeken. Je gaat er nu uit. Je gaat gewoon het terrein op en lekker wegwezen. Nou ja, als jij promotor bent of boeker, dan krijg je echt wel van de organisatie het goede bandje. Dan gaan ze je niet met een servicebandje opschepen. We hebben deze jongen al gezegd dat hij lekker bij het podium weg moet blijven. Ook uit de backstage. Dat we hem niet meer willen zien. Zien we hem wel, dan gaan we hem mee laten nemen. Ja, duidelijk. Deze mag er niet meer in, hoor. Waarom die mag lekker wegblijven. Waarom wegwezen. Toen deed je bij de hek weer moeilijk, heb ik hem weer teruggehaald. Ik geef je 5 tellen om te lopen, anders laat ik je ophalen. Waarom moet ik je op laten halen? Oké. Okay. Maar waarom ben je alleen maar zo opgevallen? Alleen dat. Alleen zeg ik voor de stralen. Ik heb een jongen. Heel even rustig. Hey, en kom er nu. Rustig, en nu luisteren. Rustig. Ik heb niks. Nu luisteren. Ik wil luisteren. Ja, luisteren. Ja, wat is er? Rustig. Ik heb gewoon gezegd van nou, dan ga je ook gewoon lekker naar de organisatie. En dan mogen die gaan bepalen. Je wordt 2 keer van het podium afgetrapt. Nee, helemaal niet. Wel, helemaal niet, nee. Want ik krijg 2 keer de melding van de stage manager. Daarna luister je nog niet naar me. Toen kwam mijn collega erbij.
Die was toevallig in de buurt. En die heeft even het gesprek overgenomen, omdat ik ook even gewoon er klaar mee was. En dat is soms ook de beste oplossing. Want ik ben voor hem een Royal Lab. Hij is op dit moment ook aardig bij mij een Royal Lab aan het worden. We hebben allemaal emoties, ook beveiligers hebben emoties. Dus soms is het gewoon even wijs om even een stapje terug te doen. En dan gewoon eventjes je collega te laten oplossen. Ik weet dus niet wat ik heb dit van hun gekregen. Ik weet dus niet wat deze allemaal inhoudt. Echt waar. Wij hebben nu een afspraak. Ja, nee, dat is goed. Jij gaat nu hier al. Nou, is geen probleem, is geen probleem. Ik zal dat doen. Neem jij mee? Ja. Ik wil graag zijn buiten. Ik ben 17 om een jonge man mee te nemen met een zichtbuitje. Ja, duidelijk. Mijn zoon mag bij je gehouden worden. We gaan een busje sturen. Ja, duidelijk. Ja, dan ben die jongen is opgelost. We hebben deze jongen al gezegd dat we hem niet meer willen zien. Met 3 lange festivaldagen en korte nachten in de benen vertrekken de bezoekers weer richting huis. Een vers team beveiligers onder leiding van Robert heeft alle energie om de laatste campinggasten richting uitgang te krijgen. Dit is voor mij het 3e jaar dat ik het campingvegen oppak. Daarvoor hadden we altijd heel veel klachten van mensen. Omdat de collega's natuurlijk, die hebben 4 dagen lang keihard gewerkt. Om te voorkomen dat ze geïrriteerd raken, maar ook naar de bezoekers toe. Hebben ze gezegd van Robert, kom alsjeblieft even naar Lowlands toe. En dan rustig die mensen eruit vegen, zodat er geen problemen komen. Dat die mensen dan als laatste ook nog rustig naar huis toe kunnen gaan. Daar komt het uiteindelijk op neer. We gaan vegen van campingterrein 1. Gaan we langzamerhand door naar campingterrein 4. Om daar zeg maar de boel te pakken en daar nog de mensen aan te spreken. En eigenlijk loop je dan zo het hele terrein af. Maar controleer wel eventjes alle tentjes nog even. Dat is wel even belangrijk, hè? Dat niet mensen achterblijven. Er kunnen nog vast mensen liggen te slapen. Mocht je die tegenkomen, doen mensen moeilijk om wat voor reden dan ook. Laat het heel even weten. Robert coördineert de hele veeglinie op de campings. Dus ook weer contact met hem te leggen of hij ook nog mensen nodig heeft. Gaan jullie ook aanstalten maken, dames? Dankjewel. We hebben hier op de camping een paar moeilijke gasten die weg willen gaan. We gaan nu wel zo meteen binnen nu in een kwartier. Dan gaan we gewoon aanstalten maken zeg maar, om de mensen actief eruit te gaan vegen. Dus als jullie, dan heb je in ieder geval een tijdsindicatie. En zo eindigt weer een Lowlands-avontuur dat voor veel bezoekers en beveiligers een onvergetelijke ervaring was. Op naar de volgende editie. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.